Jongens, goedemiddag. Goedemiddag. Even eerst een algemene vraag voor de rappers van jullie. Zijn jullie anders naar de wereld gaan kijken sinds jullie zijn gaan rappen? Anders naar de wereld gaan kijken? Ja? Nou, het voegt wel wat toe dat je nog rapt. Dat je jouw eigen mening kan verwoorden in een nummer of in een tekst of in een manifest, een pamflet, wat dan ook. En je mening daarover kan geven en mensen bereiken. Dus als je rapt en het op een goede manier doet, en over de samenleving of de maatschappij, dan word je eigenlijk een van de sprekers van de wereld. En dan kun je jouw stem verlenen aan die eigenlijk geen stem hebben. Want is het nu zelfs zo dat wij een stem hebben en wij kunnen voor een bepaalde groep spreken. Mm-hmm. Of je dat wilt is dan nog maar een vraag, maar wij kunnen het wel voor het zeggen hebben voor mensen die middelen niet hebben. Welke stem vertolkt Leroy voor jou? Welke stem vertolkt Leroy voor mij? Ja, welke groep vertegenwoordigt hij, denk je, met zijn... Hij vertegenwoordigt zwart licht, 100%. En... Ja, maar doelgroep dan. Ja, oh, doelgroep, oké. Okay. Je mag het straks bevestigen of ontkrachten als je denkt. Oh ja, ik weet niet. Ja, dat is een pittige vraag. Welke doelgroep? Ik denk dat hij spreekt voor de... Voor zijn leeftijd, voor onze leeftijd eigenlijk. Dus dat is vanaf, hij spreekt een groep aan vanaf eigenlijk een grote, een best wel brede groep. Dus ik zou zeggen vanaf een jaar of 15, 16, tot aan midden 30. Dat is ongeveer de leeftijdscategorie. En het varieert. Van hoogopgeleide naar laagopgeleide, van mensen die werken, van mensen die naar school gaan. Hij spreekt voor de Nederlandse bevolkingsgroep, maar ook voor de Surinaamse bevolkingsgroep, voor de Ghanese bevolkingsgroep, voor de mensen in Noord, tot naar de Bijlmer, tot naar Maastricht. Eigenlijk is het best wel breed, tot aan Geuzeveld, waar hij vandaan komt. Het is best wel breed eigenlijk. Ja, kun je vinden wat hij zegt? Ja, zeker. Ik denk niet dat ik voor een bepaald doelgroep spreek, maar het overlapt elkaar wel. Dus zeg maar, ik spreek voor degene die dezelfde standpunt als mij delen. Mm-hmm. Dat denk ik. Nu jullie zeg maar, neem aan dat in de loop der tijd sinds jullie zijn begonnen en nu heb je meer publiek. Je weet dat alles wat je maakt wel gehoord gaat worden in ieder geval door een groep mensen. Heeft dat invloed op wat je zegt af en toe? In het begin lette ik daar niet zoveel op, maar nu denk ik wel van oké, ik kan niet zomaar dingen zeggen wat er zelf op bepaalde mensen die mij volgen. En ik geef bijvoorbeeld workshops aan middelbare scholieren, zeg maar, in de tweede, derde klasses. En dan kan ik niet bijvoorbeeld gaan praten van, dan volgen we mij ineens op Twitter bijvoorbeeld, als voorbeeld. En dan vinden ze het heel leuk, ja, dan moet je volgen op Twitter en zo. Maar dan kan ik bepaalde dingen niet zeggen, snap je? Omdat, zoals bijvoorbeeld? Ja, heel grof praten op Twitter of zo. Of heel random zeggen van, ja, ik trek in een jointje, jonker ook is lekker. Zo. Dat is een doelgroep die nog best naïef is, snap je? En als iemand waar ze tegenop opkijken, zeg maar, dan drugs verheerlijk. Dan is de grens van drugsgebruik wordt steeds maar kleiner, zeg maar. Want iemand die ze tof vindt, doet het al. Dus het is weer een motivatie, omdat hij het doet, wil ik het ook eens een keer proberen. En daar begin je wel langzaamaan wel rekening mee te houden. Omdat, ja, ik heb misschien 2600 volgers of zo, 2700 volgers. Het is makkelijk te zeggen, maar stel je eens voor 2700 volgers die luisteren naar wat je zegt, die nu voor je staan. Dat is het beste aantal mensen. En je moet daar wel rekening mee houden, omdat ja, alles wat jij zegt kan misschien niet zo serieus bedoeld zijn, maar als hun het lezen, weten ze niet of je het serieus bedoelt of als je het als een grapje ziet. Mm-hmm. Dus dan vind ik wel dat je wel echt moet opletten ja, wat jij zegt, wat jij in media brengt eigenlijk. Want het is eigenlijk een groot mediaplateau, Twitter. Mm-hmm. Dus ja, vandaar eigenlijk. Heb jij dat... Een beetje gezien, zijn veranderingen in de loop der jaren. Kun je zeggen van hoe Leroy zich heeft ontwikkeld, textueel gezien? Textueel gezien? Ik denk dat hij, zeg maar, vergeleken met vroeger veel meer over zichzelf, veel meer zijn ervaring durft te delen. Ten opzichte van vroeger, dat hij heel erg, zeg maar, open is geworden over zijn privéleven en over zijn ervaringen, wat hij heeft geleerd. Daarin is hij zeker gegroeid en ja, buiten dat is hij ook gewoon gegroeid in het schrijven zelf. Dus
de kwaliteit van zijn teksten en het uitwerken en het concept is gewoon, ja, het is gewoon in het algemeen is het gewoon omhoog gegaan. Dus, ja.